Frans, zou jullie wat meer kunnen vertellen over hoe een dienst eruit ziet op zondag? Ja, als de dienst begint, dan begint iedereen met stilgebed. Dus dan bidt iedereen voor zichzelf. Dan gaat de dominee een gebed doen voor de hele kerk. En dan wordt er gezongen. En wat wordt er dan precies gezongen? Wij zingen psalmen. Het zijn de Bijbel, de lieden van de Bijbel. Nou, dan wordt de wet voorgelezen. De wet is eigenlijk, staat eigenlijk in wat God van ons verwacht. Dat heeft hij vroeger aan het volk van Israël gegeven. Dat is eigenlijk wat hij verwacht van hoe wij leven. Daarna wordt het stukje waar de preek over gaat, waar de dominee over gaat praten, dat wordt voorgelezen vanuit de Bijbel. En daarna zingen we weer. Oké, en na het lezen van de Bijbel, wat gebeurt er dan? Ja, dan gaan we het grote gebed noemen we dat. Dan gaat de dominee een lang gebed doen voor zieke mensen uit de kerk. Danken voor de dingen die goed zijn als kinderen geboren zijn. Nou, dan gaan we collecteren. Collecteren, dat houdt in, we verzamelen geld. Dat doen we voor mensen met financiële nood. Ook mensen binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. En ook gewoon voor de praktische dingen, net als onderhoud van het gebouw van de kerk. Daarna gaan we naar de preek. Daar houdt de dominee die praat over wat we gelezen hebben en hoe dat van toepassing kan zijn voor ons. Nou, Frans, hoe lang duurt dan ongeveer zo'n preek? Nou, tussen de 50 minuten en 60 minuten, soms iets langer. Ja, na de preek dan wordt de dienst afgesloten met een gebed. En dan daarna zingen we met elkaar. En dan gaat iedereen staan en dan krijgen we de zegen van de Heer mee van de dominee. Wat houdt zo'n zegen eigenlijk precies in? Nou, dat is eigenlijk dat in alle dagelijkse dingen wat je de week gaat doen, dat de Heer met je is.